Nou ja, hier stond dus de duofiets. En die is dus ontvreemd. De sporen van de diefstal staan nog in de vloer. Het was flink schrikken voor Irene toen ze op de plek kwam waar de duofiets van haar zus Mirjam had moeten staan. Leeg. Gestolen. Nou ja, dus we zijn zo via de vierde hal naar achteren toe gegaan. En door die grote deur zijn ze dus weggegaan. Foetsie. Irene heeft het haar zus Mirjam nog niet verteld. Mirjam heeft een verstandelijke beperking en dat haar speciale fiets gestolen is, kan stress geven. De fiets is namelijk heel belangrijk voor haar. Alleen fietsen gaat niet, dus met z'n tweeën, nou ja, dan zit je naast elkaar. Mijn vader die heeft toevallig onlangs nog even een rondje met haar gefietst op een zaterdag tegen het eind van de middag. Dat was de laatste keer, denk ik. Tuurlijk maak ik me boos, ja. Je hebt het er maar over, hoe kan dat nou, waarom nou? Het is gewoon heel zuur. Extra mooi vindt Irene het daarom dat honderden mensen het politiebericht over de fiets van haar zus op Facebook gedeeld hebben. Dan ben je toch diep gezonken als je dit doet. Terugbrengen nu. Ja, hartstikke lief dat ze dat ook delen. En dan zie je toch dat mensen er ook heel mee begaand mee zijn. Dat is eigenlijk wel... Ja, dat doet je ook wel wat. Ik hoop dat iedereen er een beetje op kan gaan letten. En wie weet dat we het nog terug kunnen krijgen. Maar dat zou heel mooi zijn.